Wat maakt in godsnaam die Land van Waasnaam zo speciaal ten opzichte van de andere boevaars van Gent? En dat je er nog wel een artikel voor schrijft voor ons jaarboek. Er zijn nog lanen in Gent die getrokken zijn op een spoorweg. Dat is toch wel een heel specifiek iets voor de Land van Waasnaam. Maar denkend aan andere straten en lanen, zoals de Pintelaan, daar heb je toch een heel ander karakter. Hier heb je een steedse invalsweg, die eigenlijk daardoor een heel uniek karakter heeft. Enerzijds het verhaal van de tijd van de spoorweg, vanaf 1847 tot voor de Eerste Wereldoorlog. En vervolgens dus de aanleg van de boulevard en de groei en de bloei van die boulevard, zoals we hem hier noemen, in het comité van bewoners. Dat comité speelt ook een belangrijke rol, want regelmatig verwijzen in uw artikel daar naartoe. Het is een voorrecht om hier te komen wonen en iedereen vindt dat hij en zij opgenomen wordt in de drukke activiteiten. Te beginnen met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, nee, dat is dan begin januari. Tot en met de bloemenactie in mei, de barbecue in de zomer, diverse culturele activiteiten en ook werk dat gemaakt wordt van de toekomstige heraanleg van de boulevard die in het verschiet ligt al verschillende jaren en steeds weer vertraagd wordt. Ik wil nog een paar dingen toevoegen. Dat is eigenlijk ook, en dat is uniek voor toch de Land van Waaslaan, het feit dat die laan vroeger een stuk op grensgrondgebied lag en een stuk op een deelgemeente. En dat leverde spanningen op met aan de ene kant Emiel Braun, liberale burgemeester van Gent, die natuurlijk zijn visie had op de zaak en helemaal niet overeenkwam met Henri van Klimputte, burgemeester van Sint-Amandsberg, die een brede boulevard wou van 20 en desnoods 30 of 40 meter breed. Mooi. En dus heeft men tot een soort van compromis gekomen en dat is het verhaal van mijn bijdrage. Bovendien is, naar mijn idee, een belangrijke reden om over de Land van Waasland te schrijven het feit dat dit een laan is met verschillende verhalen. De snelle bouw in de 20er jaren van al die woningen, vooral voor bedienden, maar ook voor dikke bourgeoisie, wordt heel wat Frans gesproken op dat ogenblik. Er zijn heel weinig arbeiderswoningen. En die kinderen van die mensen worden groot en je krijgt die veroudering, de veroudering die zich duidelijk laat voelen in de jaren 60 en 70, maar ook veel diversiteit, veel anonimiteit. De bomen worden gerooid rond 1960 en je krijgt dus een soort van urban freeway met gekke snelheden enzovoort. En het is tegen die anonimiteit dat het comité natuurlijk ook wel heel wat heeft gedaan. Een laatste reden om voor de Land van Waasnaam te kiezen is natuurlijk die prachtige gezichten op de drie torens. Iedereen heeft die vanuit oostelijke richting Gent benaderd via de laan. Ja, ik sta hier op mijn balkon op de tweede verdieping en we hebben hier een prachtig zicht op het Belfort van Gent in het midden van de aslijn van de Land van Waasnaam. En rechts daarvan zien we de Sint-Niklaaskerk en moesten we nu oversteken. Maar ik ga dat van hier niet doen, hè. Dan zie je ook nog de Sint-Baafskathedraal. Een heel merkwaardig uitzicht. Patrick, u klapt nu wel van die Land van Waasland, dat dat zo ziek en zo lang was, maar eigenlijk is dat maar een kort stukje. Een beetje respect voor de laan. De laan was in het begin een veel langere as. De hele begin van de laan was de Land van Waasdreef, maar dan begon die laan en zetten ze een weg verder over wat nu de Victor Braakmanlaan is, nog verder langs de huidige Alfons Braakmanlaan, eigenlijk tot aan het station van Nestelbergen. Het is dus pas na verloop van tijd dat de verschillende namen gegeven worden en de Land van Waaslaan vandaag het stuk is beperkt tussen de Arenbergstraat en de Schoolstraat. Hier ziet u het hele traject van de Land van Waaslaan met allerlei annotities. De Land van Waaslaan vertrekkend van aan het Antwerpenplein, nietwaar? Dan
het begin van de laan, op Gents grondgebied, met vrij bescheiden woningen. En dan, naarmate we verder gaan op het grondgebied van Sint-Amandsberg, de vele interbellum woningen met art deco woningen en ook hier en daar meer modernistische gebouwen, die eigenlijk de spiegel zijn van de architectuurpracht in Sint-Amandsberg in die periode. We zien ook heel wat binnenkoeren van vroegere bedrijven, ingevuld nu door andere zaken. Bijvoorbeeld hebben we garageboxen op een plaats van een boomgaard waar schapen graasden, maar waar een wilde beenhouwer uiteindelijk de boel verkocht heeft. Maar we zien hier nog de haken waar het vlees eigenlijk aan is. Ik heb ook foto's, interieurfoto's, waarvan één opgenomen in het boek. En dan gaat je dus zien dat hij in de slachter hier bezig is met zijn schapen. Authentieke fayence. Authentieke fayence, 1925. Of bijvoorbeeld de plaats waar een belangrijk kunstenaar, Martin Pascal Taillou, zijn atelier heeft in een vroegere metaalwerkplaats. En er zijn niet alleen fabrieken geweest en woningen, maar ook cafés en winkels. De Land van Waaslaan noemen we eigenlijk in ons vriendenkring en ook met het bewonerscomité de boulevard. Dus dat is de naam die gebruikt wordt in alle mogelijke overlegorganen en bij activiteiten. De boulevard, ook dat durft men vergeten en daarvoor verwijs ik natuurlijk naar de bijdrage voor alle details in het lang en het breed. Ik denk dat onze lezers heel benieuwd zijn naar het resultaat en ik ben ervan overtuigd dat je er zeker reacties gaat op krijgen.